kijken bij deze nieuwe video. Het is onderhand al een paar maanden verder. En nou, een paar maanden verder nadat wij de totale collectievideo hebben online gezet. Dat was toen volgens mij 30 december uit mijn hoofd gezegd. Toen zaten we midden in het seizoen. En iedereen van jullie zei toen van, jezus, wat hebben jullie veel. En gaan jullie het ooit opkrijgen? Nou kijk, ik denk dat voor 99% alles op is. We hebben toch nog een collectie hier zo voor jullie. En ik zou die heel graag met jullie willen delen. Want we zijn nu toch al een beetje... Ja, ik denk dat de meeste die, van de mensen die echt gewoon alleen maar vuurwerk kijken in december, die zijn nu wel weg. Dus SO naar iedereen die nu kijkt. Als je nu zit te kijken, dan weten we gewoon dat jullie gewoon echt pyro's zijn. Dus daarom willen we iets voor jullie doen. En dat is namelijk laten zien wat we nog over hebben van onze collectie van toen. En dat is best nog wel wat. Ik denk dat het best wel een leuke collectie is. Er zit onder andere Kat 1 vuurwerk bij, laten we zo meteen even zien. Er zit Duits vuurwerk bij. Er zit Nederlands vuurwerk bij en alles wat hier staat is legaal. Ja, dus dit is één van de producten waar ik het meest trots op ben. Zoiets kan je het wel noemen, denk ik. Maar hier hebben we een brood. En als je wat langer in de vuurwerkwereld zit, of in ieder geval wat langer van vuurwerk houdt, dan kan je nog wel herinneren dat zo'n brood, hoe dit verpakt is, dat dat gewoon echt nostalgie is. Laat sowieso in de reacties allemaal even achter of jullie deze tijd nog hebben meegemaakt dat ze zo in de verpakking zaten voor 1 euro per stuk bij de dealers. En ik heb er afgelopen jaar ergens eentje kunnen regelen. Maar deze zijn officieel eigenlijk illegaal, omdat ze 153 decibel hebben. Maar 153 decibel is gewoon, dat mag niet meer tegenwoordig. En bovendien, volgens mij zie ik ook geen CE-keurmerk meer. Nee. Dus hij is officieel illegaal. Hij is ook 23 jaar oud. En zoals jullie kunnen zien inderdaad, moet je kijken. 23 jaar oud. Dat ding. Dus meestal, de meeste van jullie waren nog niet geboren toen dit pakket was gemaakt. Maar ik vind het gewoon een heel mooi pakketje. We hebben er wel wat meer voor betaald. Volgens mij 4 of 5 euro. Maar dat boeit me niet, want ik wilde deze gewoon hebben. Komt sowieso dit jaar ook een leuke video van. Want ja, het liefste hou ik hem natuurlijk hier zo achter. Tot misschien wel 2050. Maar omdat wij natuurlijk ook alles met jullie willen delen, gaan we hem natuurlijk openmaken. We gaan hem zelfs helemaal afsteken. We hebben hem in ieder geval op beeld en dat is ook eigenlijk een soort van, hoe kan je dat noemen, monument. Om even verder te gaan, hier aan de linkerkant zien jullie het categorie 1 vuurwerk. En dat is het categorie 1 vuurwerk van de Aldi. En expres hebben we natuurlijk daar wat van overgehouden. Eigenlijk wilden we meer overhouden. Maar rond oud en nieuw, als die dingen in de winkels komen, de verleiding is gewoon te groot om het niet af te steken. Klopt, maar dit had ik gewoon hier nog liggen, dit allemaal. En toen dacht ik van, weet je wat, ik zet het bij elkaar, ik film het voor jullie en we gaan zo meteen ook wat stoken. Dus ik zou zeggen, blijf wel even kijken. Hier is de kratellintjes. Hoe vond jij ze dit jaar? Ja, ze waren volgens mij minder dan vorig jaar. Maar ja, ze waren ik moet je zeggen, ik heb een van de favorieten van de Aldi. Ja, klopt. Ik moet je zeggen, ik heb er weinig van gemerkt, man. Ik zag heel veel reacties van mensen die zeiden van, kut ratelinten dit jaar, maar ik weet niet. Ik heb inderdaad wel het idee dat er minder balletjes in zitten. Maar volgens mij, qua knal zo, weet je, voor die prijs, zijn ze zeker, zijn ze gewoon prijswaardig. Klopt, nou, ze zijn sowieso nog steeds aantrekkelijk om te kopen. Maar goed, dat is pas over, even kijken, 10 maanden of zo kan je ze pas weer kopen. Ja, toch? Ja, klopt. Pas over 10 maanden. Iets dan 22 december of zoiets. Klopt, dus als iemand ze wil kopen van ons, 50 euro per pakje, nou grapje. Hoeveel hebben we er eigenlijk? We hebben er 6 van. We hebben er 6 van. En die gaan we natuurlijk bewaren. Hier pakketje Fonteinenmix, 30-delig. Deze is echt aanrader. 9 euro, hè? Klopt, dat is 30 cent per fonteintje, ongerekend. Ja, en die fonteinen, die zijn klein, maar zijn echt de moeite waard. Want voor kat 1 fontein is dat erg goed. Klopt. Gemiddeld betaal je eurotje per kat 1 fontein, dacht ik. Klopt. En hier heb je er gewoon 30 voor 9 euro. Dus als je deze kan krijgen, zou ik er zeker een paar meenemen. Maar weet je, ik heb eigenlijk ook wel een bericht voor Leslie Vuurwerk. Want die gaan altijd het einde van het jaar bij de Aldi gewoon volgens mij hun restanten afleveren. En regelen dan een nieuw omlabeling. En leggen dan heel hun collectie van het hele jaar. Of heel hun overgebleven assortiment leggen ze bij de Aldi neer. Zodat zij het lekker goedkoop kunnen verkopen. Maar waarom gebeurt het niet het hele jaar, jongens? Waarom kunnen jullie niet gewoon bij de Aldi gewoon het hele jaar door die dingen neerzetten. Zodat wij ze kunnen kopen? Of misschien online of zo. Ik hoop gewoon dat het ooit komt. Want het is gewoon zo aantrekkelijk qua prijs. Hier wondertollen. Nou, die boeien niet zoveel, maar ook 80 stuks. Voor wel geinig. Voor een paar euro. Hier, knetterballen. En daar zijn we dit jaar mee opgelicht. Ik zal het even laten zien. Dat is een nieuwe versie. We wilden er dit jaar een project van maken. Maar dat kon dus niet, omdat we ze openmaakten.
En toen kwamen we erachter dus dat er geen balletjes meer in zitten, maar van die, hoe noem je ze? Kegeltjes, volgens mij. Ja, je hebt een bepaalde naam voor deze dingen, maar ik ben even deze zaten vroeger ook in die pillycrackers. Klopt. Precies dit. Ja, dit zijn pillycrackers. Alleen ik weet niet wat de reden is dat ze... Ja, veiligheid. Ja, kijk, deze dingetjes die zitten nu in die balletjes en daardoor wordt het onmogelijk om bijvoorbeeld al die balletjes in één ding te doen ofzo. Hierachter ook nog een pakje fonteinenmix, zijn er al een aantal uit natuurlijk, dus... Maar goed, hebben we er wel even tussen gepleurd. We hebben heel veel shocks hoor, maar die liggen ergens anders. Of in ieder geval, die liggen niet hier. Dit zijn RP Thunders. Twee pakjes en daar hebben we er heel veel van. Van Leslie ook. Lijkt net alsof we gesponsord worden door Leslie. Joh. Ja, precies. Was er maar zo. Even kijken. Hier ook shocks. Dit is... Aftershock. Aftershock. Van Houkan. Houkan natuurlijk. Hier ook Aftershock van Houkan. En hier ook Aftershock van Houkan. Dit is eigenlijk gewoon een kleine versie en dit is gewoon een grotere. Volgens mij. Klopt. Ja, deze zijn inderdaad groter. Hier zie je een laserfontein. En echt mensen, koop deze ieder jaar. 3 of 4 euro uit mijn hoofd gezegd. 3 euro dacht ik. Maar dit zijn echt... Dit zijn goede dingen. Dit zijn de beste fonteinen die je kan krijgen, denk ik, voor deze prijs. 3 meter hoog. Overal vandaan, man. Deze komen hoog, knetteren heel lang en zijn gewoon super goed, ook in projecten. We hebben er nogal een aantal, maar hier hebben we er gewoon even eentje gezet. Past ook niet op de tafel anders. Artis, jullie kunnen zien dat wij er wel fan van zijn, van de Artisjes. Die hadden we 6 karton van dit jaar. Oftewel de Reno's, hadden we 6 karton van. Zijn gewoon hele goede potjes en eigenlijk hebben we ze nog nooit echt helemaal goed laten zien ofzo. Dus dat doen we nu wel eventjes. Kijk, dan zitten ze zo in karton. Ja, Nederlandse beschrijving uiteraard. Nederlandse beschrijving erop. 16 shots voor 3 euro. Helios, oftewel de Aldi. En heb je hier van die voetjes, dan kan je ze uitklappen zodat ze niet omwaaien. En dat hebben Nederlandse cakes niet. Of trouwens, ze zijn wel... Niet allemaal. Er zijn een aantal, voor mij bij Haalkan heb ik een aantal gezien. Geisha heeft ook van die voetjes, maar dat is voor mij een van de enige importeurs of merken die dat ook hebben, van die voetjes. Nou, daar hebben we er hoeveel van nu nog? We hebben er hier op dit moment. Hier zo hebben we er 6, 7, 8, 9, 10, 11. We hebben er 11 nog van. Nou, dat kan natuurlijk mooi in een project of zo. Ik weet niet wat we mee gaan doen. Dat is dus mooi. We kunnen natuurlijk ook in mooie zieke stookcompilaties. Klopt. En kan je nagaan, mensen, dat die andere 6 karton allemaal zijn opgegaan. En er komen nog video's aan van, dus dat wordt sick. Hier zie je de chassis. We hadden natuurlijk bij Zena België. Hadden we ze allemaal van? We hadden natuurlijk bij Zena hadden we de hele serie. 12 volgens mij. En ik had deze in mijn auto liggen met Oud en Nieuw. En de dag daarna kwam ik in mijn auto en toen vond ik deze nog. Dus toen dacht ik, ik dacht dat het op was. En zoals jullie weten, wij zijn pijlenliefhebbers. Hier vind je een Rosetta pakje van Zena. Er zijn nog een paar. Ik vind het niet hele goede pijlen of zo, maar het zijn gewoon lachen. Voor de prijs zijn ze goed. Ja, gewoon leuk voor de bij, toch? Rosetta. Een van de betere pijlenpakketten van de Lidl zijn dit. En ik zou zeker, als je volgend jaar die kant op gaat, zou ik zeker een pak meenemen. Want uit mijn hoofd gezegd 17 euro ongeveer. Deze werd iets van 18 of zo. Ja, 7,99 volgens 18, mij, mogen gezegd. Het zijn hele goede pijlen. En dit is de... Dat is een goede vraag. Zo. Deze komen we bij de Aldi vandaan. Hey. Lancelot. Ja, de Lancelot, die komen bij de zijn Aldi ook goede vandaan. Pijlen. Want het is natuurlijk Helios, daardoor kan je het onderscheiden. Ik heb het al heel vaak gezegd, maar Helios is de Aldi en Weco is de Lidl. Eigenlijk hetzelfde merk, want Helios is ook van Weco, maar dan weten jullie het. Hier nog een pakje aan Arena Rockets. En hier nog een pakje Avalon. En er zitten altijd van die dingetjes bij. Ik weet niet, van die knalletjes erbij of weet ik veel prut wat erin zit. Klein dingetje. Ja, dit is gewoon een kutpakket hoor, moet ik zeggen. Maar we kunnen ermee kloten. Maar het is gewoon over de gein, joh. Gaan we zo meteen ook wel iets ja, mee toch? Doen. Dus dit is best wel nog een leuke collectie wat we hebben overgehouden. En eigenlijk, als ik eerlijk ben, houden we expres altijd wat over. Niet dat we er geen tijd voor hebben ofzo. Oftewel, nou ja, afgelopen jaar regende het natuurlijk heel lang. Tot 8 uur 's avonds of zo hier met Oud en Nieuw. Waardoor we echt moesten wachten. Dus we kwamen wel een beetje in tijdnood. Maar eigenlijk houden we ook ieder jaar expres wat over. Om gewoon door het jaar heen te kunnen stoken. Video's op te kunnen nemen. En natuurlijk volgend jaar hebben we natuurlijk al heel snel hebben we natuurlijk het categorie 1 vuurwerk van de Aldi natuurlijk. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie van deze collectie vinden. Laat het even weten. Wij gaan nu even stoken. En dan nemen we iets van deze dingen mee. Dus we gaan eventjes stoken en dan zien jullie ons daar op die locatie. Dus blijf zeker even kijken. Later. We staan op locatie op dit moment. Zoals jullie kunnen zien, achter mij ligt een ijs. Maar we hebben hier ook een leuke vuurwerkbril van Zena natuurlijk. En waarom we deze vuurwerkbril hebben, is omdat natuurlijk het ijs levensgevaarlijk is. Dus zetten we hem even op. Rosetta nummer 2. Helemaal mooi. Ik gooi hem zo, ja.
Yo. Je schiet hem gewoon, leg hem hier op het ijs neer, dat hij die kant op schiet. Ja, doe ik. Gewoon ook. Gooien, gewoon... Hoppakee. Kijk. Ja, jammer, hij moest op het ijs blijven. Hij moest op het ijs blijven, man. Ga nog hard. Met zo'n pijltje. Kijk dan waar hij helemaal in ging. Ja, man, maar hij moet op het ijs blijven, man. Ik doe hem die kant op, ja? Doe een zoetzoekertje. Daar is meer ijs. Ja, schiet dan lekker deze kant op. Ja, dan. Ja. Zo. Zo, die klonk echt hard, hoor. Die ging hard, jongen. Wat doen we met het keekje dan? Gewoon zo uit je voet schieten, zo. Wielrenners. Nou, weet je, maar die heb je zat. Ja, hij zit wel erg over het... Was ziek. En het ijs blijft gewoon heel, hè? Kijk, hij glijdt er gewoon overheen, joh. En dat was hem. We hebben nog even een leuk powerfonteintje. Van Leslie. Zoals jullie kunnen zien, mijn schoenen zijn helemaal onder de chocola. Ja. Mies die wou natuurlijk altijd de meest mooie locatie stoken. Let's go, let's go. Super fonteintje. Super, hè. Die gaat goed, hè? Ja, deze vallen mee. Maar... Hé, hey, daar is Pogo, hè, daarachter. Ah, boeien. Je hebt een beetje uit elkaar moeten zetten. Ik ook, hoor. Even kijken, al die stooksessie. Ja, joh. Een held op blaffen. Kijk eens hoe mooi. Je weet toch. Zo. Hoi, gooi hem in de lucht. Oh. Jezus. Oh, dit was niks. Dat is een prank.